Excelsior ontvangt in eigen huis Ajax. En het weet al 9 eredivisiewedstrijden op rij niet te winnen. Het snakt naar punten, maar het won ook nog nooit van Ajax. Ajax kreeg de kansen op de titel eigenlijk in de schoot geworpen door Fortuna. En moet natuurlijk gewoon winnen hier van Excelsior. Quinty Sebajo promoveert in de 34e minuut deze hoekschop tot doelpunt. En dan is het na 34 minuten spelen 1-0 voor Ajax. Dat het op zich rustig aandoet, maar geen enkele moeite heeft met Excelsior. Het hoeft zich nauwelijks in te spannen. Dit is een hele aardige mogelijkheid voor de 2-0 in de eerste helft. Maar uiteindelijk weet Tini Hoekstra niet te scoren. De score wordt wel vergroot. Dit is een prachtige paas van Isa Kardinaal. Ongeveer vanaf de middenlijn. En Ashley Bakker rond dan heel keurig af. Heeft de voorkeur gekregen boven Chastity Grant van Suzanne Bakker. En dit is heel fraai. 2-0 voor Ajax na 50 minuten spelen. Dit is ook heel fraai. Uithalen van Ashley Bakker. Romee Leuchter draait zich knap vrij tussen 3 verdedigsters van Excelsior. En houdt het overzicht. Maar deze uithaal is heel mooi. Binnen het uur heeft Ajax dan eigenlijk de zegen wel binnen. Chastity Grant krijgt nog een mogelijkheid om ook een 4-0 te maken. Maar Ajax hoeft zich eigenlijk niet meer bovenmatig in te spannen. Er komen een aantal wissels. En Tini Hoekstra krijgt ook de mogelijkheid om de score uit te breiden voor Ajax. Het slotakkoord is voor Lisa Doorn, deze vrije trap die ze mag nemen omdat spitsen dan al gewisseld is. Het is niet meer nodig. Ajax wint gemakkelijk van Excelsior 3-0.